Ervaar de ultieme vrijheid. Stijg boven jezelf uit. Met de hulp van Pegasus, het vliegende paard. Hallo en welkom, stralende ziel. Welkom bij de reis terug bij jezelf. Mijn naam is Inge van Stralen en ik ben Galactisch Priesteres. In deze video gaan we ons verbinden en hulp krijgen van Pegasus. Het prachtige, tenminste in ieder geval zoals hij aan mij altijd verschijnt. En de energie die hij altijd laat voelen voor mij. Dat prachtige grote witte paard met vleugels. En af en toe verschijnt hij zelfs niet zozeer als paard, maar eerder als eenhoorn. En dat maakt in feite niet zo heel erg uit. Het gaat erom die kracht, die grootsheid en die puurheid. En hè, zoals je misschien wel weet, de eenhoorn-unicorns wil ik steeds zeggen. Maar de eenhoorn die zo gelijk staat met dus die stralende, zuivere energie die uit die hoorn komt. En dat gecombineerd met die kracht, de zuiverheid en die grote vleugels, het vermogen om boven alles uit te stijgen. Ja. Als ik even zo vraag van, hoe zit dat nou precies met Pegasus en de verbinding daarmee? Wat ik krijg is dat het een wezen is, je zou het een goddelijk wezen kunnen noemen of een engelachtig wezen. Het is in ieder geval een groot wezen en ik zou het toch eerder godachtige verschijning, godachtige energie willen noemen dan engelachtig. Hoewel je dan dat dan eerder onder de engelen zou scharen vanwege de vleugels. Maar de kracht die het heeft, en het heeft ook heel iets fysieks. Goed, wat ik te zien krijg en wat hij vertelt is dat in Lemurië, dat er heel veel paarden waren. En in Lemurië was het dierenrijk heel fysiek aanwezig. En ik krijg dus echt dat die fysieke kracht van de paarden die toentertijd hier aanwezig waren op deze planeet. De kracht van de voeten, moet je zeggen, bij paarden die zo stampen, die de kracht door de aarde laten stromen, hè, die door de frequentie die en de trilling die ze doorgeven door hun poten, wil ik steeds zeggen, door hun voeten, hoeven naar de aarde toe. Dus die kracht, hè, van die galopperende paarden en die vrijheid die ze toen hadden ervaren. En toen de tijd hadden paarden ook nog vleugels. En konden ze dus ook vliegen, boven zichzelf uitstijgen, loskomen ook van de aarde. Dus het is aan de ene kant dat die krachtige hoeven op de aarde die de trilling neerzetten, die een trilling veroorzaken en als een soort rippeling, ik weet niet, nee, een trilling is dat in het Nederlands, door de hele aardoppervlak zo door laten vloeien en verspreiden. En aan de andere kant ook die verbinding met de sky, met de hemel, met alles wat daar is. En die samenbrengen. In die tijd, daar, het einde van Lemurië, dat was de tijd. De tijd ook nog van de eenhoorns en en dus die paarden, die etherische, nou niet de etherische, maar dus die mengeling van sky en aarde, zo samengebracht in die paarden.
En in die tijd waren de mensen nog, die hier op deze planeet woonden, nog veel etherischer. Dus dierenrijk was toen heel erg belichaamd in die tijd. En nog steeds natuurlijk. Maar goed, we dwalen af. Pegasus kan ons nu dus helpen om weer die focus te krijgen, weer ons te verbinden met die kracht. En in die kracht boven onszelf uit te stijgen, verbinding te maken met vrijheid. Met wie we eigenlijk zijn. Dus ons kan ons helpen, de sky en de aarde, de hemel en de aarde met elkaar te verbinden. Want we zijn dus beide, we kunnen beide in ons verenigen. Dat is het. Zorg dat je even tijd voor jezelf hebt. Even een kwartiertje. Ga lekker zitten, ga lekker liggen. En vergeet niet je op dit kanaal te abonneren, deze video een like te geven en het te delen met anderen. Ik neem nog even een slok thee, terwijl jij je abonneert op dit kanaal. En dan gaan we aan de slag. En zoals altijd beginnen we eerst met een paar keer diep in en uit te ademen. Adem in. En adem uit. En nog een keer adem diep in. En adem uit. Adem naar die plek in je lichaam waar je spanning voelt, zwaarte, donkerte. En op je uitademing laat je los. En dat doen we nog één keer. Adem in. En adem uit. En grond jezelf op de manier die jij kent. Maak een grondingskoord vanuit een van je chakra's helemaal naar het lichthart van Moeder Aarde. Naar het aardesterrenkristal of laat wortels zakken de aarde in of gebruik je eigen methode. En als je die nog niet hebt, adem je naar je voetzolen en naar het puntje van je stuitje. Plaats je aandacht in je voetzolen en je stuitje en vanuit daar Vanuit daar laat je wortels de aarde ingroeien. Diep, diep de aarde in. En welke manier je ook gebruikt om te aarden, om te gronden. Adem aarde-energie door je wortels, door je grondingskoord. En vul je hele lichaam op met aarde-energie. Ik roep de Pleiadische afgezanten van het licht aan en ik vraag hen bij ons te komen. En onze ruimtes, onze individuele ruimtes te vullen met hun licht, liefde, energie en bescherming. En ik vraag hen deze ruimtes te reinigen en een ring van bescherming hieromheen aan te brengen. En vervolgens al deze ruimtes met elkaar te verbinden, zodat we ons met z'n allen in één grote energetische ruimte bevinden. Aartsengel Michael van licht en liefde, wees welkom. En ik vraag om deze ruimte te verzegelen met het zwaard van waarheid. Ik zet de intentie neer dat wij deze meditatie zullen gebruiken voor onze persoonlijke groei en om de wereld een stukje beter te maken. Het zij zo, het zij zo, het zij zo. Ik roep de Hoge Raad van Licht en Liefde van de Dolfijnsterrentempel aan en ik vraag hen deze ruimte, onze energetische ruimte, te transformeren
in een heilige dolfijn sterrentempelruimte. En om deze tempelruimte heen de kristallijne pilaren te plaatsen en deze te verbinden met het kristallijne aarderooster. Pleiadische, Syrische, Andromedaanse afgezanten van licht en liefde, wees welkom. En ik vraag om boven en beneden onze aura's en boven en beneden deze energetische ruimte de volgende structuren, lichtkegels aan te brengen. De interdimensionale, de evolutionaire, de intergalactische en de aardelichtkegels. Ik vraag aan ons hoger zelf om voor ons te komen staan en een verbinding te maken met ons hart. Vanuit het hoger zelf komt een lichtstraal, een liefdestraal naar jouw hart toe en vult jouw hart. Adem en ontvang. En als je bekend bent met Pleiadisch lichtwerk, is dit het moment om je hoger zelfverbindingen neer te zetten. En als je dat niet bent, dan vraag je aan je hoger zelf om vanuit je hart een verbinding te maken met het huis van je hoger zelf. Hoog, hoog in de dimensies. En vanuit je hart een verbinding te maken met het aardesterrenkristal. En welke methode je ook gebruikt. Voel de verbinding en de liefde van je hoger zelf. En dan roep ik Pegasus van licht en liefde aan. En voel, zie, weet, ervaar deze energie. Allereerst in onze heilige ruimte. Hoe het onze ruimte vult. En dan komt Pegasus voor je staan. Voel die energie. Maak contact met dit schitterende wezen. Pegasus, kijk jou in de ogen. Voel de verbinding. Vanuit de ogen van Pegasus. In jouw ogen. Laat het binnenkomen. Voel, zie, weet, ervaar. Hoe deze stralen ook doorstromen naar jouw derde oog. Het helpt jou om helderder te kijken, te zien, werkelijk te zien, voorbij de obstakels. En hij nodigt je uit
om al je obstakels die jij voelt, die jij voor je ziet, om die los te laten. Hij plaatst een grote kist voor je, samen met je hoger zelf. Een grote kist. En alle obstakels die jij op dit moment ervaart, laat je de kist instromen. En het licht vanuit de ogen van Pegasus stroomt verder vanuit jouw ogen naar je derde oog, verder je lichaam in, naar de plekken die het nodig hebben, waar jij op dit moment voelt dat een blokkade zit. Een blokkade om werkelijk in vrijheid en in kracht te doen wat je hier komt doen, waarvan jij voelt dat het voor jou is. De blokkades die jou belemmeren, helemaal in je lichaam te zakken en de vrijheid in je lichaam te ervaren. Laat die blokkades los. Laat die energie die vastzit stromen in de kist. En die plekken die leeg zijn, worden opgevuld door de energie van Pegasus. En dan, als het klaar is, wordt de kist gesloten en afgevoerd door je hoger zelf, getransformeerd. En Pegasus stamt met zijn voeten. En klapt zijn vleugels uit. En vanuit zijn voeten en zijn vleugels komen trillingen. Door de aarde, door de lucht. Ontvang die. Deze zullen nog meer vrijheid geven aan jou, ruimte geven aan jou, jou helpen gronden, jou helpen vliegen, wat voor jou ook maar nodig is op dit moment. Misschien wil je wel met je voeten meestampen op het ritme van de hoeven van Pegasus, zodat je de trilling ook letterlijk echt fysiek om kan zetten in je lichaam. Of misschien zelfs wel met je handen klappen, of op je dijen, of op de stoel, de tafel, mee laten bewegen. Maak de trilling ook fysiek. Misschien begint je lichaam mee te bewegen op het ritme van de vleugels.
En voel je dat die bewegingen in je ruggengraat? Laat je ruggengraat dan meebewegen. Maak het fysiek. Voel het in je lichaam. Breng het extra in je lichaam. Maak het lijfelijker door te bewegen. Misschien willen je benen ook bewegen, je armen, je handen, je nek, wat het ook is. Beweeg mee op de vrijheid. Ontvang de wijsheid, de vrijheid. De kracht om boven jezelf uit te stijgen. De kracht om te focussen. Boven de obstakels uit te stijgen. Misschien is er op dit moment een obstakel in je leven waarvan je voelt van nou, hier kan ik niet omheen, ik weet het echt niet meer. Pegasus nodigt je uit om op zijn rug te komen zitten. En op zijn rug stijgen jullie op. Hij neemt je mee. Naar een hoger niveau. Een vijfde dimensionaal niveau. Misschien zelfs zesde dimensie. En vanuit deze energie kun je kijken naar obstakels die er op jouw pad staan. Niet vanuit het 3D denken, maar vanuit het vijfde dimensionale of misschien zelfs zesde dimensionale frequentie. Voel voor jezelf of er een verschil is in hoe je het obstakel ervaart. Is er iets waardoor je een oplossing ziet of waardoor het obstakel ineens niet meer zo groot lijkt, anders aanvoelt? Voel het, zie het, ervaar het. En ervaar ook de vrijheid vanuit deze dimensie. De vrijheid die het geeft om vanuit dit perspectief te kijken naar de obstakels op jouw pad. En tegelijkertijd ook weten dat je nog helemaal vol in verbinding staat met je fysieke zelf. Het helpt je deze vrijheid, deze frequentie,
te verankeren in je fysieke zelf. En dan brengt Pegasus je weer terug in je lichaam. En samen met hem sta je weer op deze aarde, op deze planeet. Hij stampt zijn voeten en voel de trilling door de aarde naar jou komen. Jouw voetzolen vullen helemaal naar binnen, stromen. De trilling door jouw lijf stromen. En misschien ook nu wil je met je voeten meestampen, met je handen meestampen, op je schoot, op de rugleuning van een stoel. Voel de trilling van de hoeven door de aarde in jouw lichaam. En dan adem je nog een keertje diep in en weer uit. En bedank dit prachtige wezen, deze Pegasus. En misschien heeft hij nog een laatste boodschap voor je. Ontvang het. En dan nemen we afscheid. Dankjewel Pegasus van licht en liefde. En ik bedank alle fantastische lichtwezens die ons hebben geholpen. Ons hoger zelf natuurlijk, Pegasus. Pleiadische, Syrische, Andromedaanse afgezanten van licht en liefde. De hoge raad van licht en liefde van de Dolfijnsterrentempel. Dank jullie wel. Aartsengel Michael. En ik vraag om alle energetische verbindingen te verbreken, zodat we ons weer met z'n allen in onze eigen energetische ruimtes bevinden. En adem nog een keertje diep in en diep uit. En welkom terug. Wow. Wat een prachtige energie was dat. Ik kreeg op het laatst, was het net alsof hij zijn hoofd zo hier op mijn schouder legde. Van ja, dit moet je vaker doen. Je mag vaker met mij werken. Dus, ik voelde zo, ja, eigenlijk bijna lijfelijk gewoon dat contact. Wauw. Nou, stralende ziel. Ik ben heel benieuwd hoe jij het hebt ervaren. Laat me weten hoe het voor jou was. Ja, in de comments. Als je vragen hebt hierover, laat het me weten. En ja, als jij een onderwerp weet voor een video of een vraag hebt die je graag een keer beantwoord zou willen hebben, dat kan allemaal via mijn nieuwsbrief. Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. En dan daarin staat elke week een link waar je dus je vragen kunt stellen. En die beantwoord ik vaak in de nieuwsbrieven. En soms ook hier in de video's. Oké, stralende ziel. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Deze video een like te geven. En te delen met anderen.
Dag, stralende ziel. Tot snel.